De Maritieme Autoriteit Suriname zal op 28 en 29 juli 2022 voor de derde keer als gastheer optreden tijdens de regionale meeting van directeuren en hoofden van maritieme administraties. In verband hiermee komen verschillende maritieme administraties van voornamelijk het Caribisch gebied bijeen. De openingsceremonie vond op woensdag 27 juli plaats op de pier van Hotel Torarica. Oké, goedenavond. Dus wat we hier hebben is een vergadering. Jaarlijks wordt deze vergadering gehouden, waarbij al de hoofden van maritieme administraties en autoriteiten van de regio bij elkaar komen om zaken betreffende het werk te bespreken. En wat is ons werk? Ons werk is letten op de veiligheid van schepen in het Caribisch gebied. Dus dat is ons werk en jaarlijks komen we dan bij elkaar samen met de moederorganisatie, dat is de Internationale Maritieme Organisatie, om dan de zaken te bespreken, nieuwe ontwikkelingen. De verschillende landen zullen ook rapporteren over de stand van zaken in hun land, betreffende wetgeving, de veiligheid van de scheepvaart en andere ontwikkelingen die hebben plaatsgevonden. Meneer Amavo, Michel Amavo, als strekker van deze tweedaagse workshop meetings, waarbij dus over een aantal zaken betreffende de maritieme sector in de regio, uitdagingen, maar ook mogelijkheden die er zijn binnen de sector, ook zaken betreffende wetgeving, elkaar versterken in de regio. Dat zijn de twee dagen, dus in hoofdlijnen waarover ze met elkaar gaan delibereren. Kennis, ervaring met elkaar delen, maar bovenal komen zeker tot binnen het Caribisch gebied, een deel van Latijns-Amerika, zeker tot een beleid waarbij dus deze sector veel beter tot uiting komt, maar ook het netwerk binnen de regio, de mogelijkheden die er zijn, dat ze die ook gaan benutten. En je ziet, ik heb het ook benoemd, we kunnen het niet alleen doen, we gaan het samen moeten doen en vandaar dat ook de CEO's van andere autoriteiten in het Caribisch gebied en zelfs van Latijns-Amerika vanaf vandaag in Suriname, dat ze er zijn voor 2-3 dagen. En dat er daaruit dus een outcome zal moeten komen, een resultaat zal moeten komen, waarbij ook binnen voor het beleid veel beter een betere basis gelegd moet worden. En met name ook hebben we getouched de vrouwen in de maritieme sector, omdat dat ook Suriname goed in is vertegenwoordigd. Ik geloof met name mevrouw Pinas is daar een vanaf begin bij geweest, ik dacht in 2015. Dus dat zijn ook zaken die goed zijn wanneer we praten over ontwikkeling, maar ook mogelijkheden. Want wanneer je praat over women in maritime, moeten vrouwen ook mogelijkheden daarin kunnen zien. Ik ben er ook bijzonder trots op als minister om toen ik werd geïnformeerd over het beleid van de MAS. En dan kreeg je informatie en dan ga je verder met het baggerproject. En dan kreeg je ook weer te horen van oké, wie is daar de technische persoon? Is een vrouw en dat maakt je. Dat soort zaken maken je ook trots, waarbij je zegt van dit is een voorbeeld ook voor vrouwen in Suriname of in de regio. En ik merk dat de vrouwen heel enthousiast zijn binnen deze sector, binnen de MAS, om zich verder te gaan inzetten. Dus wanneer we praten over beleid, het ontwikkelen van de maritieme sector, zien we dus dat de vrouwen hun plaats gaan opeisen. Dat juich ik zeker toe. Meneer Amavo als directeur heeft een heel goed team. En dat is ook terug te zien in de organisatie. Maar ook de lidlanden die hier aanwezig zijn, hebben hun waardering uitgesproken voor alvast onze hospitality. Dus voor mij als minister rest dat ze een heel vruchtbare tweedaagse workshop mogen hebben en zaken met elkaar kunnen delen betreffende de maritieme sector. Hoe die verder te ontwikkelen, hoe ze elkaar kunnen versterken, waar ze elkaar kunnen versterken. En we hebben de pandemie gehad, misschien nog niet helemaal over, maar we zien hoe belangrijk de maritieme sector is geweest gedurende de pandemie. Heel veel verscheept moest worden, luchtvaart was helemaal lamgelegd.
Met uitzondering van cargo, maar je ziet dus dat de maritieme sector nog alles in principe op de been heeft kunnen houden. Zodat we producten in en uit konden zeg maar, importeren en exporteren. Dus je ziet al met al heel belangrijk, het lijkt veelal alsof wanneer we praten over maritiem, dat het slechts gaat over misschien loodsen. Van boten, maar het omvat veel meer. Je moet je wateren kennen, je dieptes. We zijn nu bezig met het baggerproject. We gaan nu richting 5,5 meter. Ook daarin moeten we de samenleving informatie gaan verschaffen. Maar dan heb je ook de juiste informatie nodig van de technische mensen. Dus ja, ik ben bijzonder trots dat ik ook deze opening mocht verrichten. Samen met de heer Michel Amafo, de directeur van de MAS. Omdat ook MAS een van de bedrijven in Suriname is die, wanneer je praat over governance, over een stukje compliance, dat ze zaken ook heel goed op orde hebben. Dus vandaar zeker ook hun wens ik van deze plaats uit succes, omdat de lidlanden, deelnemende landen, ook heel erg enthousiast zijn dat ze in Suriname mogen zijn om te mogen deelnemen aan deze tweedaagse meeting workshop.